Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij deze academische zitting, waarin Michael Wilhelmus Marcus Gerkens, Michel, zijn academisch proefschrift getiteld Studies on High Flow and Head Ischemia Associated with an Upper Extremity Hemodialysis Excess in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u, voordat we beginnen aan de oppositie, vragen om de belangrijkste conclusies en een soort overzicht te geven van uw studies. 15 minuten, gaat uw gang. Dank u wel voor deze introductie, geachte prorector, geachte leden van de commissie, geachte aanwezigen. Studies on high flow and hand ischemia associated with an upper extremity hemodialysis excess. Dat zijn onderzoeken waar ik me de laatste jaren mee bezig heb gehouden en graag neem ik jullie door die onderzoeken mee. Wat belangrijk is om te weten, waar gaat het eigenlijk over? En we beginnen dan bij de functie van de nieren. Een van de belangrijke functies van de nieren is om afvalstoffen uit het lichaam af te voeren via de urine. En bij sommige mensen kunnen door allerhande verschillende oorzaken die nieren dit werk minder goed doen. Afvalstoffen hopen zich op en weefsels en het lichaam kan uiteindelijk sterven. Nou, hiervoor is een mogelijkheid om hemodialyse of bloedspoeling te doen. Bij hemodialyse haal je het bloed als het ware uit het lichaam, wordt gezuiverd door een hemodialyseapparaat en dan wordt het weer terug in het lichaam gebracht. Hiervoor heb je een bloedvat nodig wat makkelijk aan te prikken is, wat dus lekker oppervlakkig ligt en waar voldoende bloed overheen gaat, zo'n 0,5 liter per minuut. Zo'n bloedvat bestaat niet in het lichaam. Daarvoor is in de jaren 60 van afgelopen eeuw de dialysefistel bedacht. En wat is nou zo'n dialysefistel? Nou, eigenlijk niet heel veel meer dan een verbinding die door een vaatchirurg aangelegd wordt tussen een ader. Dat is een systeem wat zich kenmerkt door een lage bloeddruk, dunne vaatwandjes en die brengt het bloed richting het hart. En een slagader, systeem met een hoge druk, dikke vaatwand en die het bloed naar de ledematen brengt. Nou, er zijn verschillende type vistels mogelijk. En hier heb ik deze schematisch weergegeven. Je kan een zogenaamde polsvistel aanleggen, dus ter hoogte van de pols. Let wel, elke keer rood is de slagader, blauw is telkens de ader. En je kan hem ook aanleggen ter hoogte van de bovenarm. Dan heb je het over een elleboogsvistel. Helaas komen deze vistels niet zonder risico's. Zoals gezegd, 500 milliliter per minuut is ruim voldoende om goed te kunnen hemodialyseren. Maar soms ontwikkelt zo'n vistel zich door en door en door. En kunnen daar flows overheen gaan van 1,5 liter, 2 liter, soms wel 4 liter per minuut. Dan spreken we van een high flow excess. Hou even rekening ermee dat het hart van zichzelf zo'n 5 liter per minuut moet pompen om het lichaam van bloed te voorzien. Plus nog eens 2 liter van die fistel. Dat kan een overbelasting veroorzaken van dat hart. Ander probleem wat zich kan voordoen is een bloedtekort aan de hand. Immers, dat bloed wat eigenlijk voor de hand bedoeld was, komt niet meer bij de hand uit, maar wordt direct via die fistel terug naar het hart geleid. Mensen kunnen dan last krijgen van een koude hand, van pijn aan de hand, van krampen, maar zelfs van wondjes of versterf van weefsels, waardoor amputaties van vingers of de hele hand nodig kan zijn. Dit noemen wij HIDI. Nou, het doel van dit proefschrift was het bestuderen van de ontstaanswijze, de behandeling en de verwachting of prognose van HFA en HIDI bij hemodialysepatiënten. In deel 1 hebben wij ons bezig gehouden met die HFA, met die high flow. Zoals je hier op het plaatje ziet, die enorme worst, dat is een ader die dusdanig is uitgezet. Verschillende operaties zijn hiervoor mogelijk, daar hebben we naar gekeken. En naar de relatie tussen flow en sterfte, omdat daar ook nog veel over te zeggen is. Het eerste hoofdstuk van dit onderdeel hebben wij gekeken naar revision using distal inflow. Dat is een techniek waarbij een bovenarmsvistel of een elleboogsvistel als het ware wordt omgezet naar een onderarmsvistel, doordat er een vene, dus een ader of een buisje, tussen de in wordt gebouwd, zogezegd. Het is een therapie voor behandeling van zowel high flow als HIDI. En wat we weten is dat de korte termijn resultaten eigenlijk heel veelbelovend waren. Waarbij mensen die een HFA hadden, een RUDI ondergingen, een jaar na die RUDI niet opnieuw een HFA hadden ontwikkeld. Wat we niet weten is of die HFA op langere termijn ook uitblijft. Hiervoor hebben we onderzoek gedaan bij ons. En wat bleek nou? De helft van de mensen die zo'n RUDI had gekregen vanwege HFA had in 3 jaar tijd opnieuw een te hoge flow over die fistel. En als je dan verder inzoomt op die resultaten, bleek dat mensen die enkel klachten hadden van die HFA, dat de mensen waren die opnieuw een HFA kregen.
Mensen die zowel zo'n high flow hadden als Heidi, die kregen eigenlijk nooit een HVA. Nou, hierin hadden wij geconcludeerd dat die Rudy misschien toch niet zo'n optimale techniek was om HVA te behandelen. Hierop hebben we ons afgevraagd van hoe ontstaat dat nou? Waardoor komt dat, dat mensen opnieuw HVA krijgen na zo'n operatie? Hiervoor hebben we gekeken naar het vaatstelsel, naar de arm zelf. En daar hebben wij scans gemaakt met de echo om te bezien wat er precies gebeurt. Wat wij zagen was dat die slagader in de bovenarm, die enorm was uitgezet naar aanleiding van die fistel, die bleef eigenlijk wat doorsneden gelijk, waar we hadden verwacht dat die af zou nemen. We vroegen ons af of die uitgelubberd zou zijn. Wat we ook vonden was een verdubbeling van de doorsnede van de onderarmslagader die de nieuwe voedende slagader was. En heel grappig, maar mensen die ook Heidi hadden ten tijde van die Rudy, lieten een minder grote toename van die doorsnede zien. Verder zagen we dat de diameter of de doorsnede van dat tussenstuk wat ingebouwd was, gelijk bleef. En wij hebben ons hier afgevraagd of het vaatstelsel, als het ware, onherstelbaar beschadigd is geraakt door die HVA. In de volgende studie hebben we gekeken naar een mogelijke relatie tussen flow en sterfte. Hiertoe hebben wij 5000 metingen bij 165 patiënten over 9 jaar verzameld. En het gaat dan over flowmetingen. En als je die allemaal tegen elkaar uitplot, dan krijg je zo'n spaghettibord als wat we hier achter ons zien. Daar is natuurlijk moeilijk wat over te zeggen. Maar met de juiste statistische technieken kan je daar wel degelijk informatie uithalen. Wat wij vonden was dat er geen enkele relatie was tussen willekeurige metingen van flow op een bepaald moment en sterfte. Waarbij het eigenlijk niet uitmaakte of die flow heel hoog was of heel laag was. Eén enkele meting zei niet zoveel. Wat we ook vonden was dat het risico op overlijden veel hoger was bij mensen die bij de allereerste meting een flow hadden onder de 900 milliliter per minuut. Ook zagen wij dat mensen die een verhoging, dus een stijging in dat flowtraject lieten zien, van 100 milliliter per minuut per 3 maanden, dat die ook een groter risico hadden om te gaan overlijden. Dus er is wel degelijk een relatie tussen flow en sterfte, maar hoe die precies zit en dat die niet zo eenduidig is, dat is ons ook goed duidelijk geworden. Andere vraag die je kan stellen is, hoe behandel je nou zo'n HVA? Er zijn heel veel verschillende operatietechnieken, ik noemde al Rudy, ik ga ze niet allemaal met u doornemen. Maar wat nu de beste manier is, we weten het niet. Wat we hebben gedaan is een overzichtsstudie gemaakt die het artikel heeft geïncludeerd van 1973 tot 2021, dus bijna 50 jaar. En we hebben 66 artikelen gevonden. En die 66 artikelen die beschreven 940 patiënten met operaties die HVA hadden. En de belangrijkste bevindingen waren dat er geen flow-afkapwaarde was, waaraan de hand van je kon zeggen, nou, dit is een HVA en dit is geen HVA. Dat is gewoon niet gedefinieerd in de literatuur. Een eenduidige operatieindicatie is er niet. En ook de techniek, hoe je die moet uitvoeren precies, daar hebben we niet voldoende over nagedacht of is het niet voldoende eenduidig. Verder zagen we geen enkele directe vergelijking tussen technieken, waardoor het heel lastig is om te zeggen, dit is een betere techniek dan dat. Het volgende deel hebben we gekeken naar het bloedtekort in de hand, ofwel Heidi. En in sommige gevallen kan een elleboogsfistel te diep liggen en niet goed aangeprikt worden. En wat een chirurg dan kan doen, is om een bepaald vat wat hoger en wat oppervlakkiger te leggen, waardoor je wel makkelijk hemodialyse kan toepassen. Dat heet dan een basilicatranspositie, waarbij ook zijtakjes van dat vat goed worden afgebonden. Toevalligerwijs hadden mensen die zo'n basilicatranspositie ondergingen, een warmere hand, minder pijnklachten, na zo'n operatie, wat ons deed denken van, hey, zou dit kunnen werken tegen Heidi? En wat wij vonden was dat de scorelijst, we hebben in het Maxima Medisch Centrum een scorelijst die de ernst van Heidi scoort, van heel hoog 500 naar 0, met weinig klachten. En die score die daalde enorm na die basilicatranspositie. Wat we ook zagen was dat de vingerdruk, dat is een maat voor de doorbloeding van de hand, dat die enorm steeg na die basilicatranspositie. Waardoor wij concludeerden dat deze therapie, deze behandeling, bij de juiste mensen inderdaad Heidi kan behandelen. In het volgende stuk keken wij naar Heidi en de kans op sterfte. Wat we bij etalagebenen weten, of mensen met een bloedtekort in de voet, dat er sprake is van een verslechterde kwaliteit van het hartvaatstelsel. En bij Heidi meenden wij dat hier hetzelfde aan de hand zou zijn. Heidi kan in verschillende vormen van ernst komen. En wat bij etalagebenen zo is, is dat slechtere kwaliteit van vaatstelsel kan leiden tot meer sterfte. Dit hebben wij ook voor Heidi willen onderzoeken. En wat bleek?
Mensen met een milde vorm van HID, 1 tot 2A, en controles, dus mensen zonder HID, die hadden een stuk betere overleving dan de mensen die een ernstige vorm van HID hadden, 2 tot 4. En dat scheelde wel 20% over 4 jaar. Dus er is wel degelijk een relatie tussen de ernst van de HID-klachten en sterfte. Het is goed om te weten dat ongeveer 10% van de patiënten die met hemodialyse beginnen, via een fistel, handischemie kan ontwikkelen die ernstig genoeg is voor een operatie. Risicofactoren zijn suikerziekte, vrouwelijk geslacht, meerdere fistels aan de eerdere arm. Maar het zou fantastisch zijn als je kan voorspellen wie wel en wie niet zo'n handischemie gaat ontwikkelen. In het verleden is daar de Allen-test voor gebruikt, waarbij door te kijken en door afwisselend slagaders van de onderarm dicht te drukken, werd beoordeeld of de doorbloeding van de hand in het geding zou komen op het moment dat daar een fistel zou worden aangelegd. Deze test die was behoorlijk onbetrouwbaar en wij hebben bedacht om deze uit te breiden met vingerdrukmetingen, zoals ik al zei, een maat voor de doorbloeding van de hand. En wat bleek nou? Een groot bloeddrukverval tijdens zo'n Allen-test is inderdaad voorspellend voor HID, waarmee we dus een vrij simpele parameter hebben weten te vinden waarmee we HID waarschijnlijk goed kunnen gaan voorspellen in de toekomst. Nou, overal hebben we een aantal conclusies bij dit proefschrift. Namelijk, er is echt nood aan een eenduidige definitie van HAVA en aan overeenstemming over de optimale behandelwijze hiervan. Trends in het flowverloop zijn mogelijk veel meer zeggend dan een enkele meting als het gaat over behandeling van HAVA. En HID is waarschijnlijk een maat voor slechte gezondheid van het hart- en vaatstelsel, waarbij de vraag kan worden gesteld of deze mensen strikter behandeld moeten worden om de overleving verder te verbeteren. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Ik geef graag het woord terug aan de prorector. Ja, dank u wel voor dit heldere overzicht en duidelijke conclusies. Mooi gedaan. Uw promotor en co-promotor hebben een deskundig panel van opponenten verzameld. Een deel daarvan heeft uw proefschrift al beoordeeld, positief beoordeeld, maar er zijn vragen overgebleven uiteraard. En we zullen nu aan de oppositie beginnen. En de eerste opponent is professor Schuring. Professor Schuring was voorzitter van de beoordelingscommissie van uw proefschrift. Professor Schuring is hoogleraar vaatchirurgie binnen het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Professor Schuring, ja, gaat u gang. Dank u wel, meneer prorector, voor het woord. Geachte promovendus, van harte gefeliciteerd met het prachtige boek wat u geschreven heeft. Het is denk ik een volgende mooi boek in een prachtige lijn aan vaattoegangsproefschriften uit het Maxima Medisch Centrum. En ik denk dat niet alleen de felicitaties voor u zijn, maar zeker ook voor het promotieteam heel mooi. Nu heb ik mij als vaatchirurg een beetje teruggetrokken in een andere tak van sport, meer de aortachirurgie. En na het lezen van dit boek snap ik ook wel heel goed waarom. Alles wat er aan een aorta mis is, is vrij simpel. Het is heel of geruptureerd. Dus ik verontschuldig mij gelijk voor het snel vertrekken straks, omdat we net een geruptureerd thoracoabdominaal aneurysma binnengekregen hebben, wat ik zou moeten opereren. Maar dat zijn makkelijke complicaties. Dat is heel of kapot. En complicaties bij u in het boekje, die zijn vinkstuk lastiger. High flow, snap je misschien nog. HID, maar de combinatie daarvan is best lastig. Wij werken al jaren samen met de Technische Universiteit en ingenieurs zijn waanzinnig knap in het versimpelen van dingen, modellen maken. Zo kunnen ze van bloedstroom hele makkelijke modellen maken met spanning, flow, weerstanden. En ik hoop eigenlijk vanmiddag nog een heleboel van u te leren, want zou u mij eens kunnen beginnen met op een hele simpele manier, HID. High flow, maar ook een combinatie in dat kader uit te leggen, in die simpele vorm. Maar en daarna ook een beetje, met name op die verschillende behandelingsmethodes. En dan snap ik bending, snap ik misschien nog wel, maar
moment dat je bij de Rudy gaat nog wel, maar als we dan bij de drill of de proximale arterial inflow, dan ben ik het kwijt in dat model. En dus dat ik heel graag als u me dat wil uitleggen. Hartelijk dank voor uw felicitaties. Ik zal kort eerst beginnen om wat uit te leggen over Heidi. Bij Heidi is het idee dat klachten ontstaan en het probleem ontstaat door dus een bloeddrukverval. Dus daar komt te weinig bloed in de hand uit. Dat kan vanuit verschillende oorzaken komen. Het kan zo zijn dat het hart gewoon te weinig pompt, zogezegd. Dus een soort hypotensie. Het kan zo zijn dat de vaten die richting de hand gaan van onvoldoende kwaliteit zijn. Dat er gewoon te weinig kraan open is in vaktermen, zogezegd. En wat wij dus ook zien is dat die aansluiting van het lage druksysteem op dat hoge druksysteem, dat daar een soort pressure sink ontstaat. Dus daar verliest over dat traject van het hart richting de hand, wordt daar bloeddruk verloren, zogezegd. Wat wij daarbij zien, of wat er in die chirurgie wordt gezien, is dat hoge flows inderdaad kunnen leiden tot meer van die pressure sink en dus een groter drukverval over zo'n fistel. En dat is dan ook de relatie, want ergens is het bijzonder dat mensen die zowel een high flow kunnen genereren, dus een goed genoeg kwaliteit vaatstelsel hebben om zo'n hoge flow te gaan genereren, ook handischemie gaan krijgen. Kan bijvoorbeeld komen doordat de verbinding te groot is. Kan bijvoorbeeld komen door die pressure sink die we net bespraken. Maar daar zit wel het antwoord in. Behandeling van Heidi, daar ga je eerst kijken, is er sprake van hypotensie? Is er sprake van een high flow, waardoor we dus met banding of met flow-reducerende technieken de druk doen toenemen, zoals Rudy, zoals banding. Of is dat er niet? Is er sprake van Heidi bij bijvoorbeeld een stenose in de arterie of door gewoon algehele slechte vaatkwaliteit, zo door een specifieke stenose? Wij hebben ons in het proefschrift niet op de proximalization of arterial inflow toegelegd, maar wat daar het idee is, voor zover ik dat begrijp, is dat, dat de kraan harder wordt opengezet door een groter, steviger vat aan te boren als stroomvat, als voedingsvat. Maar wordt daar een groter vat aangeboord? Want je tapt van hoger af, maar ik heb wel het idee dat je dan iets meer in de hemodynamiek moet zoeken wat er verandert, dan puur de grootte van de vaten. Ja, zoals gezegd, inderdaad, we hebben ons hier ook niet op deze operatie toegelegd. Dat wil zeggen dat ik toch ook wat voorzichtig moet zijn in het beantwoorden van die vraag. Oké, denk ik ook dat u heeft wel onderzoek gedaan naar Heidi en behandeling daarvan. Dat is met name niet altijd succesvol. Dus misschien zit wel de absolute winst van al die kennis in het voorkomen van Heidi. Nu kunt u de patiëntenkarakteristieken kunt u allemaal niet veranderen. Maar zijn er wat voor adviezen zou u in behandelingstechnieken kunnen geven om primair een Heidi te voorkomen? Ja. Wat wij weten is dat die polsfistels, die ik eerder liet zien, minder risico geven op Heidi en ook op high flow. Dus dat is ook een van de redenen waarom deze fistels als eerste aangeraden worden om aan te leggen bij patiënten. Alleen soms zijn de vaten te dun, mensen worden ouder, meer diabetes, zijn de vaten van onvoldoende kwaliteit om dat te doen. Die polsfistels hebben ook een minder goede kans om voldoende uit te rijpen. Dan wordt er vaak teruggegrepen op zo'n brachialis gebaseerde fistel, die dus ook een groter risico hebben om Heidi te ontwikkelen, om haarvaten te ontwikkelen, maar ook een veel betere uitrijping laten zien. En wat er tegenwoordig steeds wat meer wordt gedaan, is dat daar tussenin ook nog een verbinding kan worden gemaakt. Dan wordt de slagader niet op de bovenarm aangeboord of gebruikt als voedend vat, maar net op de onderarm ter hoogte van de elleboogplooi, dus de proximale arteria radialis fistels. En daar lijkt het risico van Heidi en high flow toch ook een stuk minder van te zijn. Dus dat zou een goede manier kunnen zijn. Ja, dan bent u eigenlijk met het primair verrichten van een Rudy ongeveer bezig. Ja. Dus dat is denk ik een goede. Ik lees dat in het boekje. Dat nog, dus in het Maxima Medisch Centrum zijn er nogal wat graadsfistels aangelegd. Dat, ja. Ik doe de chirurgie niet, maar ik heb het al een tijdje niet meer gezien.
Meestal wordt er toch primair basilica of sepharica gebruikt. Denkt u dat daar nog een verschil in zit als je dat doet? Daar hebben we naar gekeken inderdaad. Of hebben we het kort over gehad, zo moet ik het zeggen. En wij vonden die directe verbinding, dat vonden wij niet. Maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat een uitstroom, dat twee vaten uitstroom zogezegd, meer risico bieden op het ontstaan van Heidi. Maar ik zou niet durven zeggen of dat inderdaad zo is bij die graksvissen. Terwijl u net wel in de presentatie meldde dat het omzetten van een graadsvistel naar een basilica transpositie wel positief effect had. Ja, dat klopt. Ondanks dat is dan nog de vraag, heeft dat ermee te maken dat er dan met het feit dat er geen dual outflow track meer is, of heeft dat toch nog te maken met de anastomose die nieuw wordt en nieuwe anastomose die aangelegd wordt en kleiner is. En daar hebben we eigenlijk niet de metingen voor gedaan. Dus dat is niet zo hard te zeggen aan de hand van dat stuk. Mag ik nog één korte vraag stellen, meneer de prorector? De patiëntengroep die u helpt na het ontwikkelen van een HIDI is eigenlijk een heel hoog risicogroep. Dat zijn de perifere arterieel vaatpatiënten waarvan wij in de andere praktijk aan de benen ook weten dat ze na een paar jaar dood zijn. Waarom doet u eigenlijk al die moeite om nou allerlei revisieoperaties te doen? Waarom geeft u ze niet gewoon een centrale lijn? Nou, het risico van centrale lijnen is ook dat ze infecties kunnen ontstaan, die moeten eruit, die moeten erin. En natuurlijk, op het moment dat iemand voldoende oud is en sowieso al een korte levensverwachting heeft, dan is het mogelijk zo dat een centrale lijn ook tot een betere kwaliteit van hun leven kan leiden, deze klachten allemaal kan voorkomen en tot die risico's die erbij komen minder relevant zijn. Dat zijn wij op dit moment in het Maxima Medisch Centrum, daar hebben we daar niet op die manier nog mee bezig geweest. Ik zag wel dat daar een aantal ook leden van de commissie hier bezig waren met de Oasis Trial, als ik dat goed zeg. Precies. Om dat inderdaad te onderzoeken of het zinnig is om bij ouderen of mensen met een slechte levensverwachting gewoon een centrale lijn te doen. Precies, in die studie is het natuurlijk toch zo dat een reële optie is bij die patiëntengroep. En reëel genoeg om ze te randomiseren tussen andere vormen van vaattoegang en een lijn. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat bij het hebben van een HIDI dat het helemaal een goede optie zou zijn. Maar u heeft mij voldoende antwoorden gegeven. Ik geef graag het woord terug aan de prorector. Bedankt. Dank u wel, professor Schuring. Oppositie wordt voortgezet door dokter Lijkman. Dr. Lijkman is vaatchirurg binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. En dank dat u heeft willen deelnemen aan deze oppositie. Gaat u gaan. Ja, dank u wel. Ook ik zou allereerst mijn complimenten en felicitaties willen uitbrengen. Zowel naar u, meneer de kandidaat, als ook naar uw promotor, co-promotor, het hele team. En natuurlijk ook naar alle familie en ondersteuning. Ik denk met name ook naar Isabel, uw partner, die ook, voor zover ik het begrijp, heeft meegewerkt aan de layout. En om dat bruggetje maar te maken naar de layout, was ik zeer onder de indruk van uw kaft. De basgitaar en het hart en de nier, ja, dat is wel herkenbaar. Maar toen dat zeskoppige monster, moest ik toch wel eventjes over nadenken en zelfs opzoeken wat dat ook weer was. Maar volgens mij, eerlijk gezegd, later las ik dat pas in uw inleiding. Hebben we het daar over Scylla en Charybdis, als ik het goed heb. Klopt dat? Ja, dat klopt, helemaal. Dat is mijn eerste vraag al beantwoord, inderdaad. daarop voortbordurend noemt u in uw inleiding dat dat dilemma van Scylla en Charybdis. Dat ziet u als aan de ene kant het risico op trombose. En aan de andere kant het risico op onder andere high flow en HIDI. Zou u uw gedachtes kunnen geven over hoe u oplossingen ziet in het beantwoorden van dat dilemma? Is het misschien zo, om een voorzetje te geven, dat we naar een gestandaardiseerde anastomose lengte moeten of iets anders bij bijvoorbeeld hoogrisicopatiënten? Wat is uw visie daarop? Met het proefschrift hebben we inderdaad geprobeerd om te zoeken naar parameters om te voorspellen hoe wel of niet zo'n HIDI kan worden voorkomen of voorspeld worden.
En die anastomosemetingen, dat doen we inderdaad niet standaard. En waarschijnlijk, een grote anastomose leidt waarschijnlijk tot een veel grotere drukverval, dus tot een groter risico op Heidi. Maar ook tot een betere doorstroming, dus waarschijnlijk ook tot HFA. Dus daarmee zou een standaardisatie van die anastomosegrootte zou wel goed zijn. Dat denk ik wel. Ja, dat is denk ik wat ik daar kan zeggen op dit moment. Oké, en hoe zou u dat dan voor zich zien? Hoe komen we op een standaard maat dan voor een anastomose? Daarvoor zou het waarschijnlijk goed zijn, als ik mag speculeren, om daar ook metingen te gaan doen tijdens die operatie. In de studies die we hebben gedaan, hebben we ook flowmetingen gedaan tijdens de operatie. Hebben wij ook vingerdrukmetingen gedaan tijdens de operatie. Waarom dan niet een anastomosemeting tijdens de operatie, bijvoorbeeld met echo? Of daadwerkelijk met een lineaal, voor zover dat goed gaat. Om te kijken, wat doen we hier eigenlijk in? Zijn wij met z'n allen gefocust genoeg op het aanleggen van een nauw genoeg of een breed genoeg anastomose die nauw genoeg is om die risico's te voorkomen. En op het moment dat dat getabuleerd zou kunnen worden, zou ook later kunnen worden gekeken van hey, werkt dat inderdaad en wat is dan een juiste afmeting van die anastomose? Dus daar zou ik dan beginnen in dit vraagstuk. Oké, okay, hartelijk dank. Volgens mij mag ik nog één vraag stellen. Daarop voortbordurend, u heeft het over hoge flow fistels. En ook over fistels die een hemodialyse geïnduceerde ischemie kunnen veroorzaken. Ziet u daar nou een verband in? Is daar een verband te trekken tussen die twee entiteiten? Zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom wel? En derde onderdeel van de vraag is, hoe ziet u dat dan opgelost? Wat wij zagen in een van de stukken was dat de mensen met milde handischemie, dat waren ook vaak toch de mensen met een relatief hoge flow. Dus dan is de vraag, waarom krijgen die mensen überhaupt handischemie en waarom is die zo mild? Heeft dat dan te maken met mediasclerose bijvoorbeeld? Hebben ze toch een minder ernstige mate daarvan, maar toch voldoende om die... om dat druk niet meer te kunnen opvoeren in de hand. Wat wij ook zagen was dat mensen met die Heidi zonder hoge flow, dat waren ook de mensen met de ernstige handischemie. Dus ergens zit daar een verband tussen. Maar hoe dat verband precies zich verhoudt tot elkaar, daar hebben we geen antwoord op gevonden, vooralsnog niet. Ik kan mij goed voorstellen, ik kan speculeren daarover, dat inderdaad de vaatkwaliteit al wat af aan het nemen is bij die mensen met een hoge flow, maar niet dusdanig dat ze die flow niet kunnen genereren. En dat bij de mensen die geen hoge flow meer kunnen genereren, dat de vaatkwaliteit nog veel slechter is. Maar dat is speculatief. Dank u wel. En hoe zou u dat, zou u me kunnen helpen met een oplossing naar dit probleem? Hè? Is er iets waarvan u zegt van nou, in de toekomst zouden de chirurgen het zus en zo moeten doen om deze complicaties toch iets te verminderen? Nou, wat ik me wel heb afgevraagd is of het zinnig zou kunnen zijn om die vaatweerstand eens te gaan meten voorafgaand na aanleg van zo'n fistel. Als die vaatweerstand al enorm hoog is, we hebben dat nu gedaan met vingerdrukken, ook mijn opvolger heeft dat ook gedaan met vingerdrukken en gekeken van hey, zijn vingerdrukken nou voorspellend voor Heidi later op of voor trombose later in de weg. Maar misschien zijn die vingerdrukken daar helemaal niet zo geschikt voor en zou het veel beter zijn om het over die vaatweerstand en de kwaliteit daarvan te zeggen. Nu is het zo dat niet iedereen met een slechte vaatkwaliteit ook schreeuwende stenosis heeft op een echo of op een duplex imaging. Maar als daar al een maat aan kan worden gegeven aan hoe goed die vaten nog zijn in het uitzetten en in het terugveren, dan zou dat al heel veelzeggend kunnen zijn over wat voor iemand er tegenover de vaatchirurg zit. Dus dat zou een goed begin kunnen zijn om daar antwoorden op te verzamelen. Dank u wel, meneer de prorector. Ik ben zeer tevreden met de antwoorden van de kandidaat. Ik geef graag het woord terug aan u. Dank u wel. Dank u wel, dokter Lijkman. Overigens ook bedankt dat u lid was van de beoordelingscommissie van het proefschrift. Ook lid van de beoordelingscommissie van die proefschrift was dokter Meivis. Dokter Meivis is internist, nefroloog,
binnen het Universitair Medisch Centrum in Utrecht en zal nu de oppositie voortzetten. Gaat gewoon. Dank u wel. Geachte meneer de promovendus, van harte gefeliciteerd met het tot stand komen van dit mooie proefschrift. En uiteraard betrek ik uw co-promotor en promotor en uw familie daarbij. Als nefroloog ben ik verheugd dat er chirurgen en onderzoekers zijn die interesse hebben in vaattoegangschirurgie. Want het is misschien niet het meest sexy onderwerp binnen de vaatchirurgie. Maar voor mijn patiënten, voor mijn dialysepatiënten, is dit van levensbelang. Dus ik ben heel blij dat u dit proefschrift hebt geschreven. En ik zou graag met u van gedachten wisselen over hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 laat u zien dat een initiële flow kleiner dan 900 milliliter per minuut geassocieerd is met een slechtere cardiovasculaire overleving na 4 jaar. En ik vroeg me af, is dat ook wat u op voorhand verwachtte toen u dit onderzoek ging doen? Daar hadden wij niet de verwachting van dat dat zo uit zou komen. Behalve dan dat dat in het verleden door collega's eerder ook al wel beschreven was. Dat een lagere flow aan het begin voorspellend zou kunnen zijn voor mortaliteit. Alleen op dat moment hadden ze het gehad over een flow van 1 liter. En die hebben ze volgens mij uit de duim gezogen. En wij hebben in ons onderzoek daar wel iets meer naar gekeken. Van hey, wat is nou de optimale cut-off value daarvan. En we kwamen daarbij die 900 milliliter per minuut. Er is retrospectief onderzocht, dus dat mag ook nog een keer prospectief worden nagekeken. Dus in die zin hadden we wel verwacht dat we daarop uit zouden komen. Maar dat we die 900 milliliter per minuut zouden gaan stellen, dat hadden we niet voorspeld. Nee. Oké. Okay. En als ik kijk naar uw baseline-tabel, dan zie ik dat het percentage patiënten met een radiocefalica-shunt eigenlijk hoger is in de lage flow-groep. Op zich is dat denk ik vrij logisch. Maar mijn ervaring is dat een radiocefalica-shunt niet mogelijk is bij mensen die veel vaatlijden hebben of ouder zijn. En toch is er in deze groep, hè, dus de betere patiënten, een hogere mortaliteit. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, overal is dit ook een stuk oudere groep. Zijn het ook mensen op groepsniveau die veel vaker perifere arteriële vaatlijden hebben. Wat medeverklarend is voor die lagere flows aan het begin. En ik denk dat het daar ook in zit dat toch verschillende mensen daar op één grote hoop worden gegooid, zo gezegd. Waardoor de mensen die overlijden zijn niet per se... zijn niet per se al die mensen met die radiocefaalfistels. Die hebben niet tegen elkaar uitgezet van wie is er nou wel en wie is er nou niet overleden van deze groep. Dus dat zou daarin kunnen zitten. Ja. En bent u van mening dat in veel centra zal bij gelijke geschiktheid een radiocefalica shunt boven een brachiale shunt gaan? Moeten we dat zo houden? Blijft dat zo? Ondanks dat ze over het algemeen een lagere flow hebben? Wat grappig is, dat een collega van mij vorig jaar ook heeft gepubliceerd over dat verschil tussen die radiale shunts en die brachiale shunts. En dat op dat moment eigenlijk werd geconcludeerd dat die mensen met die brachiale shunts een slechtere overleving hadden. Puur en alleen op basis van die shunt. Natuurlijk is er in dat onderzoek niet helemaal gekeken van hey, wat is de reden geweest waarom deze mensen een brachiale shunt moesten hebben. Maar dat zou juist wel weer een teken kunnen zijn van als een radiale shunt kan, dan leg maar gewoon zo'n radiale shunt aan. Dus ik hoop dat ik daarmee de vraag beantwoord heb. Ja, waarschijnlijk ook met het oog op de toekomst, hè, als er meerdere shunts nog moeten. Ja. Oké, heb ik nog tijd voor een vraag? Ja. In de samenvatting op bladzijde 166 schrijft u als aanbeveling dat these findings, en dan bedoelt u de flowmetingen van de shunt en de relatie met eerdere metingen, may be considered in monitoring programs. En kunt u mij dan uitleggen wat ik als nefroloog zou moeten doen als een van mijn patiënten na 3 maanden een stijging van de flow laat zien van 200 milliliter per minuut? Dat is een hele goede vraag. Nee, Bart, dit is een soort pilot geweest, een opzet om te gaan kijken of wij beter die relatie tussen flows en sterfte in beeld zouden kunnen brengen. En wat we inderdaad zien is dat zo'n stijging wel voorspellend is voor sterfte. Of dat nou precies gaat over falen homeostase of zoiets, daar kunnen we het nog over hebben.
Maar dat zou wel een reden kunnen zijn om inderdaad iemand even door de molen te halen. Om even te gaan controleren van, hé, wat gebeurt hier nou precies? En wat is dat door de molen halen dan? Dat is een goeie. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om toch een cardiaal te laten controleren van, hey, klopt het nog allemaal? Is iemand cardiaal aan het decompenseren? Zijn er tekenen die wij in het eerste gezicht over het hoofd zien, maar die met nader onderzoek wel gevangen kunnen worden en kunnen we daar wat aan doen? In zo'n geval zou ik dan wel langzaamaan durven adviseren om daar op de kievive te zijn en die mensen even wat extra aandacht te geven. Oké, dank u wel. Dan zou ik het ook graag nog even over hoofdstuk 5 willen hebben. Ik wilde u graag complimenteren voor uw zeer mooie figuur 3 op bladzijde 103. Nu is het zo, ik zie veel patiënten met een niertransplantatie op de poli. En ongeveer de helft daarvan heeft een werkende shunt, omdat ze voor de transplantatie hemodialyseerden. En ondanks dat ze een stabiele nierfunctie hebben en het allemaal ongecompliceerd gaat, staan maar weinig patiënten open voor het opheffen van hun shunt. Ik heb daar eigenlijk 2 vragen over. Denkt u dat het nodig is om die shunt op te heffen, ook al zijn er geen klachten? En welk aanvullend onderzoek wat betreft de shunt zou u aanraden om die beslissing beter te kunnen nemen? Die eerste vraag is natuurlijk ook een stuk wens van patiënt. Het kan veilig voelen. Niertransplantatie is enorm prettig, maar uiteindelijk ook niet zalig maken. Dan zal op een bepaalde manier toch ook altijd meespelen van wat nou als het misgaat. Moet ik dan opnieuw onder het mes of moet ik dan weer opnieuw? Ik denk dat het daar echt vooral om counseling gaat en samen shared decision making, samen met het patiënt gaan zitten. Wat willen we, wat vinden we belangrijk? En in die follow-up of in die controle daarvan, denk ik dat het belangrijk is om na te gaan opnieuw. Hey, hoe gaat het met het cardiale stelsel van deze patiënt? Is deze patiënt toch, ondanks dat het op het eerste gezicht niet zo lijkt, aan het lijden aan die shunt? Zijn er andere redenen om die shunt al dan niet op te heffen? Of zijn er redenen, of kan het lichaam dat prima aan? Waarbij ook het opheffen van zo'n shunt ook op termijn kan leiden tot verdere aneurysmata van de slagader. Dus dat is ook niet alleen maar goed om zo'n shunt op te heffen. Dus ik denk dat daar heel veel in de shared decision making zit en het samenkijken wat is belangrijk voor de patiënt. Okay. Dank u wel voor uw antwoorden en ik geef graag het woord terug. Dank u wel, dokter Meijwis. U ook bedankt dat u vanuit Utrecht heeft willen komen om aan deze oppositie deel te nemen. De oppositie wordt voortgezet door professor Bruna LaRocca. Professor Bruna LaRocca was ook lid van de beoordelingscommissie van het proefschrift en heeft als leeropdracht hier in Maastricht aan het Universitair Medisch Centrum de cardiologie, in het bijzonder clinical heart failure. Professor Bruna LaRocca. Dankjewel, meneer prorector. Geachte promovendus, eerst ook mijn felicitaties voor prachtige proefschrift en uiteraard ook de felicitaties voor het promotieteam en voor de hele familie. Misschien niet verrassend wil ik nog een beetje meer de diepte in te gaan van die vragen die al zeg maar een beetje gesteld zijn. En misschien even beginnen nog een keer met die 900 milliliters. En dat gaat het mij niet zozeer daarom, is het nu 900 of is het 1000 of 850. Maar meer naar de pathofysiologie en de mogelijke verklaring waarom dit vanuit cardiovasculair oogpunt een slechtere prognose zou kunnen hebben. Omdat er zijn zelf redenen om te geloven vanuit die shunt dat je misschien zelf het tegenovergestelde zou kunnen verwachten. Maar toch is dat niet zo. En misschien daaraan gekoppeld ook, wat zou je nog additioneel kunnen doen om daar meer zicht op te krijgen? Wat nu daar echt speelt? Wat wij denken naar aanleiding van wat wij geschreven hebben, wat wij gevonden hebben, is dat die, inderdaad, het maakt niet zo gek veel uit of dat 150 of 1000 of 900, maar dat mensen die moeite hebben, zogezegd, om voldoende flow te genereren, dat eigenlijk het teken is van de matige kwaliteit, van de beperkte kwaliteit van het hartvaatstelsel. Maar waarom hebben zij moeite om die flow te genereren?
Ja, bijvoorbeeld door suikerziekte, bijvoorbeeld door perifere arteriële vaatlijden wat er speelt, bijvoorbeeld doordat zij wat ouder zijn, langduriger, hogere uremie hebben. Allerhande redenen waarom het vaatstelsel gedecompenseerd kan raken. Dus u zegt, het is dan alleen een probleem zeg maar, van de vaten? Dat zou dan een verklaring kunnen zijn, om die relatie te verklaren inderdaad, en om daar... veel meer aan te... Ja, ik ben cardioloog. Ja. Dus denk ik nog aan iets anders. Ja, daar kunnen ook... cardiaal lijden kan daar natuurlijk ook spelen. Mensen met een hartinfarct in de voorgeschiedenis. Andere redenen waarom... hartverstijving, die natuurlijk ook vaker optreedt bij mensen met nierproblematiek. Hè. Daar zit ook een link tussen. Dus daar zou het ook in kunnen zitten. Ja, hoe dan? Nou, als het hart niet in staat is doordat hij verstijfd is, in staat is om die extra workload te leveren, dan kan je dat hierin zien, zo gezegd. Terwijl er toch ook manieren zijn van het lichaam om dat drukverval moet opgelost worden. Het lichaam die wil homeostase bereiken, die wil dat drukverval oplossen. En die gaat daar via baroreceptoren en dergelijke de boel aanjagen. Dus dat hart dat wordt telkens verder aangejaagd. En dat zou dus op die manier ook een verdere uitputting kunnen betekenen. Bij hartfalen heb je natuurlijk vaak ook lage, zeg maar drukke, laag uitflow. Dus het zou wel ook kunnen dat je gewoon een lagere cardiac index hebt. En daardoor ook natuurlijk minder flow. Aan de andere kant heeft u dan ook laten zien dat als die flow dan stijgt, dat het ook niet goed is. Dus misschien ook meer dan van de cardiale of van het hart oogpunt. Wat zou daar de verklaring voor kunnen zijn? De verklaring die wij daarvoor hadden gehypothetiseerd was dat het hart in eerste instantie al niet in staat was om die flow te gaan genereren in de eerste plaats. Maar dat het lichaam en het hart toch telkens blijft aangevuurd worden om die homeostase terug te maken. Dus zo gezegd was er mogelijk al sprake van subklinisch hartfalen, zo gezegd. En gaat dat hart steeds verder decompenseren om maar te kunnen compenseren voor dat verlies van die homeostase. Maar hoe krijgt u dan een hogere flow? Nou, omdat er toch hard gewerkt wordt door het hart, heel simpel gesteld. Maar als het hart het niet aan kan, zou je dan toch verwachten meer dat je dan minder stijging krijgt en niet het tegenovergesteld? Dat zou dan de verwachting kunnen zijn. Maar u heeft het andersom gevonden? Wij hebben het andersom gevonden, ja. Misschien de vraag ook dan naar hoofdstuk 5. Ik vond niet echt heel veel indicatie voor de indicatie voor die ingreep. Kunt u misschien daar nog iets over zeggen? Waarom is high flow, kan dat een probleem zijn? Nou, wat wij zagen, een aantal van die mensen met een flow van 1,5 liter of 2 liter, dat kan nog wel eens verschillen, die krijgen daadwerkelijk klachten van benauwdheid, van inspanningsproblematiek, dat ze zich niet lekker kunnen bewegen, dat soort problemen. En in dat hoofdstuk wordt dan ook dat onderscheid gemaakt tussen symptomatisch high flow en asymptomatisch high flow. Waarbij de vraag is of we eigenlijk wel weten wat een asymptomatisch high flow is. Zijn wij wel sensitief genoeg om de tekenen van zo'n asymptomatische high flow, of eigenlijk een symptomatische high flow, te ontdekken? Of hebben we daar te weinig oog voor? Het zou heel goed kunnen zijn dat die mensen met 1,5 liter per minuut, 2 liter per minuut, daar wel degelijk tekenen laten zien van symptomen van hartfalen, maar dat we daar helemaal niet zo goed op letten. Ja. Wat interessant zou kunnen zijn, is, ik begreep dat u ook bezig was met die VOC's, met die volatile organic compounds, om hartfalen aan te tonen. Nou, dat soort tests zouden fantastisch zijn om te kijken of wij in een eerder stadium kunnen zien wat er met het hart gebeurt bij die dialysepatiënten. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Maar hoe ontstaat dan, wat u dan zegt, is high outflow failure? Of begrijp ik dat dan verkeerd? Hoe bedoel u? Ja, er is een terminologie in hartfalen, high output failure. Mm-hmm. Dus dat het hart het moeilijk krijgt om tegen die hoge flow aan te kunnen. En op bepaalde tijd dat het hart achteruit gaat.
Maar dat zou dan ook de link kunnen zijn met als je meer stijging hebt van die flow, wordt het hart meer belast. En daardoor stijgt dan ook het risico dat patiënten hartfalen kunnen ontwikkelen. Dus dat is dan de link tussen hoofdstuk 4 en 5. Maar ik ben tevreden met uw antwoorden en geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, professor Brunner-Larocca. Oppositie wordt voortgezet door dokter Jansen. Zij is bewegingswetenschapper en senior onderzoeker binnen het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Ja, dankjewel. Geachte promovendus, ik sluit me graag aan bij de complimenten van mijn voorgangers over het prachtige proefschrift, wat ook heel fraai is vormgegeven. En ook ik wil graag de promotiecommissie en ook de familie daarbij betrekken. Ik heb het proefschrift met heel veel interesse gelezen en dat komt mede ook omdat ik van huis uit dus methodoloog ben en werkzaam ben direct binnen de vaatchirurgie. En dus ik heb er ook heel veel van geleerd. Ik heb er onder andere geleerd over allerlei voor- en nadelen van verschillende vaattoegangen, complicaties zoals high flow, high D, risicofactoren, behandelingen daarvoor, risicofactoren van mortaliteit. Ik dacht even nog wat te leren over Griekse mythologie, maar dat bleef beperkt. Helaas. Maar graag wil ik het graag met u hebben over dat Heidi, wat ik veel over las in hoofdstuk 7. En daar gaat over gaat mijn vraag. En toen ik die titel las, die titel is Severe Hemodialysis Access-Induced Distal Ischemia may be Associated with Poor Survival. Toen was ik eigenlijk niet echt verrast. Als relatieve leek, zeker na het zien van het plaatje van de aandoening in het volgende hoofdstuk, leek me dat eigenlijk vrij voor de hand liggend. Dat als iemand dat soort nare complicaties heeft, dat het eigenlijk al een soort van afstervende vingers, dat dan die persoon vast niet super gezond zou zijn en er misschien een hogere kans zou hebben om eerder te overlijden. Echter, toen ik het hoofdstuk eens goed ging lezen, was ik toch eigenlijk enigszins verbaasd. U kijkt in dat hoofdstuk naar welke risicofactoren mortaliteit kunnen voorspellen. U maakt daarbij onderscheid tussen drie groepen. Patiënten met milde handischemie, patiënten met ernstige handischemie en controlepatiënten die dan wel hemodialyse ondergingen, maar geen handischemie hebben. En als ik dan kijk naar de resultaten in tabel 2, pagina 139, ik pak hem er zelf ook even bij. Dan zie ik dat in die univariate analyse er een hazard ratio is van bijna 2 voor overall mortality voor patiënten met een ernstige HIDI. Met een p-waarde van 0,05, wat u aanduidt met een mooie term borderline significant. Een p-waarde van 0,16 voor cardiovasculaire mortaliteit, oftewel niet significant. En daarmee ben ik dan ook nog niet echt overtuigd dat die ernstige Heidi voorspellend zou zijn van mortaliteit. Vervolgens lees ik onderaan die pagina dat na correctie voor leeftijd, diabetes en arterial occlusive disease, dat die significantie verdwijnt. U noemt het nog wel een trend, maar het is een lagere hazard ratio van 1,66. En een p-waarde van 0,15 kan ik eigenlijk geen trend noemen. Dus mijn conclusie op basis van deze cijfers is dan ook dat Heidi aan zich geen voorspellende waarde heeft voor mortaliteit. Dat veel beter gekeken kan worden naar bijvoorbeeld die vingerdrukken of die digital brachial index. Als je iets wil zeggen over mortaliteit. Dus eigenlijk, als ik dan terugga naar de titel van uw proefschrift, of van dat hoofdstuk, vind ik het toch een beetje misleidend. Of misschien beter gezegd nietzeggend. Dus zou het niet een betere titel zijn? Severe Heidi is probably not associated with poor survival. Want dat zou ik namelijk veel verrassender vinden. Of misschien iets over die vingerdrukken. Wat er volgens mij veel duidelijker uit de resultaten naar voren komen dat ze een relatie hebben met mortaliteit. Dus ik ben benieuwd hoe u erover denkt en waarom u juist voor deze titel heeft gekozen als titel voor uw hoofdstuk. Ja, dank. We hebben ook voor het woord meegekozen, juist omdat die
Die waren er zo wat tegen voor je, zo gezegd, in die multivariate analyse. Waarbij ik ook moet bekennen, het is een kleine studie. Er zijn 100 mensen meegenomen, er waren een stuk of 28 mensen die ernstige handischemie, dus HIDI, ontwikkelden. Dus het was al heel wat, vonden wij, dat we inderdaad met die vingerdrukken en met die univariate analyse al wat konden laten zien van, hey, daar lijkt wel iets te gebeuren. Het was ook meer vooral een uitnodiging aan collega's, aan toekomstige onderzoekers, om dat ook verder prospectief uit te gaan zoeken, hoe die relatie precies zat. Terugkijkend met dit vertoog ben ik het ermee eens dat we wellicht beter op de vingerdrukken hadden kunnen focussen, zoals we ook bij teendrukken en bij enkelarmindexen zien dat daar een relatie is tussen de laagte en de sterfte. Dat was wellicht een minder imponerende titel geweest, of een minder misleidende titel, om uw woorden te gebruiken, geweest. Dank u wel. Als ik nou kijk naar die resultaten, denkt u dan dat die HIDI's zelf mogelijk toch voorspellend is, maar dat het misschien niet uit deze studie naar voren komt omdat er de aantallen te klein zijn? Of zou het zo kunnen zijn dat het misschien niet de HIDI is die voorspellend is, maar andere factoren die ook de oorzaak zijn misschien dat die HIDI optreedt, die ook het hogere risico op mortaliteit verklaren? Dat zou beide kunnen. Een derde optie die ik mij kan voorstellen is, in 2009 is die klassificatie verzonnen, is uitgedacht en die is ook aan de hand van wat bij perifere vaatlijden wordt gedaan. Analoog daaraan is die opgesteld. Vraag is natuurlijk, in hoeverre is dat gelijk inderdaad? En zit het in een klassificatiefout, zo gezegd? En dat maakt het moeilijk. Daarbij kan het ook nog zo zijn dat in dat retrospectieve onderzoek data van pijnklachten of dat soort dingen niet helemaal gevangen zijn, want die hebben te maken met, ja, met werknotities van chirurgen en dergelijke. Wat dus ook zou kunnen verklaren dat de klassificatie retrospectief niet helemaal zo is als die zou moeten zijn. Dat zou ook een verklaring kunnen zijn. Dus ofwel, het is een samenloop van omstandigheden die zowel die HIDI kunnen veroorzaken, maar ook de mortaliteit voorspelt. Ofwel, nu ben ik even uw tweede optie kwijt. Ofwel, de klassificatie schort er een beetje aan, of de dataverzameling is suboptimaal door het retrospectieve studiedesign. Oké, dank u wel. Dan wil ik nog even een andere vraag stellen, namelijk in het algemeen in heel wat hoofdstukken, zoals ook in dit hoofdstuk. Gaat u nogal in op mortaliteit en de kans op de mortaliteit, afhankelijk van bepaalde behandelingen of aanwezigheid van complicaties of risicofactoren? En dat is natuurlijk heel belangrijk, want als je weet wat als de ene behandeling of interventie meer mortaliteit geeft dan de andere, dan kun je daarmee enigszins heeft dat mogelijk invloed op de keuze van de patiënt, waar die voor kiest. Of je kunt ook verwachtingen managen naar patiënten toe. Maar wat ik daar eigenlijk een beetje in mis, is de kwaliteit van leven. Het kan zijn dat patiënten langer leven, indien er heel veel afbreuk is aan de kwaliteit van leven, dan wil dat niet zeggen dat dat misschien de beste keuze is om toch daarvoor te kiezen. Dus mijn vraag is eigenlijk, u geeft het zelf ook aan. U geeft in hoofdstuk 7 ook al aan dat het eigenlijk heel belangrijk is als u HIDI hebt, dat dat nogal invaliderend kan zijn voor een patiënt en voor de kwaliteit van leven, en dat het daarom dat sommige patiënten daarom zelfs stoppen met de hemodialyse. Dus het is inderdaad heel belangrijk. En nu heb ik gekeken in uw proefschrift en dan zie ik dat u daar wel een aantal keer over heeft, maar ik heb niet het idee dat u dat hebt meegenomen in uw studies. Kunt u mij eens uitleggen waarom u daar niet naar heeft gekeken? Vanzelf, ja. Wat daar gebeurde is dat die kwaliteit van leven, en als ik een klein uitstapje mag maken in mijn huidige vakgebied waar ik werk, zie ik dat in de psychiatrie die kwaliteit van leven eigenlijk veel belangrijker is en veel groter dan symptoomreductie, dan mortaliteit soms. En dat het bereiken van een betere kwaliteit van leven soms bovenaan staat. In de tijd dat ik met het laatste stuk van mijn proefschrift bezig was,
ben ik daar dus ingerold en ben ik daar steeds meer van overtuigd geraakt hoe belangrijk dat eigenlijk is. En dat is ook die tweedeling die u ziet, namelijk het keiharde feitelijke mortaliteit, parameters die relatief goed te controleren en na te gaan zijn, ten opzichte van dat zachtere kwaliteit van leven. En dat is die tweedeling die er inderdaad ontstaat in dat proefschrift. En dat zal ook de verklaring zijn die daarbij hoort. Maar u zegt de tweedeling, maar ik zie eigenlijk helemaal geen tweedeling. Nou, u noemt het een keer, en sterker nog, ik heb het nagekeken en u noemt het in uw hele proefschrift 8 keer. Maar dan met name bij aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Ja. Is het iets geweest wat dan misschien voortschrijdend inzicht is geweest? Mag ik dat zo concluderen? Ja, dat u nu denkt van, goh, het zou toch goed zijn om dat mee te nemen? Ja, absoluut. Ja. En als u dat nu zou moeten meenemen in een vervolgstudie, wat voor type onderzoek of welk... Misschien kunt u kijken naar de hoofdstukken in uw proefschrift. Welk hoofdstuk zou dit nou echt van meergevoegde waarde zijn geweest dat u naar kwaliteit van leven zou hebben gekeken? Kunt u daar kort op antwoorden? Ik zal er kort proberen op antwoorden. Ik zou dat bij die flow-relatie met mortaliteitsstudie graag weten. Als mensen hogere flows hebben en dat betekent dat hun kwaliteit van leven door te weinig energie hebben vermindert, nou, dan zou dat de moeite waard zijn om dat te controleren. En ik zou dat dan ook in dat hoofdstuk 7 wat u beschrijft met dat overlijden willen zien, om te bezien of er inderdaad sprake is van een verbeterde kwaliteit van leven, ook na zo'n operatie en ook van verslechtering bij Heidi. Dankjewel. Ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel, dokter Jansen. Ook dank voor uw komst naar Maastricht. Oppositie wordt voortgezet en afgerond door professor Ten Katen. Professor Ten Katen is hoogleraar interne geneeskunde, meer in het bijzonder op het gebied van de klinische trombose en hemostase. Gaat u gang. Dank u wel, meneer de prorector, meneer de kandidaat. Ik wil u ook complimenteren met dit prachtige werk. En ook uw promotie-supervisoren daarbij betrekken. En ik had eigenlijk willen vragen om het voorlezen van een stelling, maar de stelling waar ik nu aan denk is zo kort dat ik die zelf maar voor zal lezen. Die stelling 6, een dokter die iets moeilijks doet, gaat zitten. En ik moet u zeggen, dat was het gevoel dat me bekroop toen ik de envelop openmaakte waar uw proefschrift in zat. Ik dacht, nu moet ik gaan zitten, want dit gaat mijn pet te boven. En in zekere zin, dus ik leef mee met professor Schuring, die dat gevoel ook een beetje had met al die berekeningen. Dat is best ingewikkeld. Maar goed, ik heb mijn tanden erin gezet. Maar ik kom daar toch nog even op terug zo meteen om een wending daaraan te geven. Want ik had u willen voortvragen over hoofdstuk 4, maar dat is al vrij uitputtend ter sprake gekomen vandaag. Dus ik wil alleen nog even stilstaan bij die pagina 67, de figuur 1 en de tabel 2. En u heeft het al gehad met de commissie over die verschillen in flow en de pathofysiologie en wat we daarvan weten en niet van weten. Ik weet ook uit mijn tijd dat ik stage deed op de hemodialyse afdeling in het AMC in Amsterdam, dat het hier gaat om uiterst kwetsbare patiënten over het algemeen, hè, waar elk moment van alles mee kan gebeuren. En je ziet het vaak niet aankomen. Dus ik denk het is een over het algemeen wat oudere, kwetsbare groep. Er zitten wat verschillen tussen mensen met lage flow en hoge flow. Ik had u eigenlijk willen vragen of misschien kan ik daar toch mee beginnen. Als je nou ziet met die flowmetingen dat iemand valt in een hoogrisicogroep, dus een relatief lage flow heeft, is er dan nog iets wat we zouden kunnen verbeteren op cardiovasculair risicomanagement om die mortaliteitsrisico's te doen dalen? Want die patiënten zijn al bekend bij de internist-nefrologen, dus eigenlijk zijn ze al optimaal behandeld. Denkt u dat er dan toch nog wat ruimte in zit voor aanvullende diagnostiek of behandeling? Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik zal dan toch even moeten speculeren, waarbij ik toch denk dat het dan goed is om opnieuw die cardiovasculaire status in beeld te brengen. Waar hebben we het nou precies over? Is er alsnog sprake van onderliggend decompensatie van dat hart? Zijn er aanwijzingen voor? Kunnen we dat vroegtijdiger oplossen of vangen en mogelijk oplossen? Waarbij ook de vraag is, en dat weten we gewoon niet, of het inderdaad zinnig is om dan de vaatchirurg aan de jas te trekken en opnieuw te vragen, kunnen we deze flow verminderen bijvoorbeeld?
Helaas biedt dit proefschrift geen antwoord op de vraag, gaat vloervermindering ook leiden tot minder mortaliteit en tot betere kwaliteit van leven? En medicamenteus, zijn er dan nog opties als u terugdenkt aan het type patiënten en de behandeling met statines of ACE-remmers of dat soort zaken? Doorgaans hebben veel van deze patiënten al hun statines. Doorgaans wordt door de strikte controle inderdaad ook de diabetes goed gereguleerd. Wat we ook zien, ook dat is een stukje speculatief, is dat het niet helemaal duidelijk is wat nu de perfecte bloeddruk is voor deze hemodialyse patiënten. Er is nog heel veel discussie over in de literatuur. Ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is inderdaad, hè, omdat dat toch wel invloed heeft op die flow, die druk. Ja. En ja, tenslotte, want ik was niet van plan, maar tijdens de oppositie is 2 keer het woord trombose gevallen. Denkt u dat dat nog een rol speelt, bijvoorbeeld in die mortaliteit, en dat we op dat gebied nog iets zouden kunnen verbeteren aan antitrombotische medicatie? Deze patiënten hebben over het algemeen een profiel passend bij perifere arterieel vaatlijden. En de richtlijnen zijn wat dat betreft wat aan het veranderen, in de zin dat er meer belangstelling komt voor het gebruik combinatie van antistolling en plaatjesremming. Hebt u het idee dat in de hele mortaliteit bij deze patiënten dat nog een factor zou zijn waar we wat aan kunnen verbeteren? Dat zou kunnen, maar daar durf ik geen harde uitspraken over te doen. Ja, dat is jammer, want we moeten toch die tijd volmaken. Ja. maar goed, dan ga ik het anders aanpakken. Want, welke vraag hebben wij nou nog niet gesteld die u verwacht had? Nou, ik had heel graag nog wat meer verteld over de Griekse mythologie. Zoals. Dat zou kunnen. Ja. Daar zouden we het over kunnen hebben. Ik had wellicht nog wat verwacht, een vraag over de omschakeling van de chirurgie naar de psychiatrie. Daar had ik misschien wel een vraag over kunnen verwachten. Ja, wilt u daar nog wat over vertellen? Natuurlijk! Dankjewel voor deze uitnodiging. Ja. Nee, het is eigenlijk heel grappig gelopen. Ik ben nooit begonnen met het idee om huisarts te worden. Daarom wilde ik geneeskunde gaan doen. En op het moment dat ik bij de chirurgie terecht kwam, beviel dat dusdanig goed dat ik dat... U mag dit antwoord graag afmaken. Beviel dat zo goed dat ik mijn eindstage daar meer van wilde weten. Ik wilde weten of chirurgie eventueel een optie zou kunnen zijn voor mij. Dat ben ik gaan doen onder begeleiding van dokter Scheltinga. Eigenlijk direct een klik ervaren met die dialysevissels aan de gang gegaan. En daarom ook een stage daar gedaan, eindstage daar gedaan. En aan het eind van die eindstage zeiden we tegen elkaar van, hey, het is goed om dat proefschrift af te maken, maar chirurgie, dat moeten we niet gaan doen. en dat was ook niet meer mijn intentie. Ik heb 2 jaar bij de chirurgie wel gewerkt aan het proefschrift. Vervolgens heb ik de huisartsenopleiding in willen komen. Daar hadden ze op dat moment nog geen plek voor mij. De psychiatrie ingegaan, omdat me dat ook wel trok. En daar eigenlijk verliefd geworden op acute beelden en dergelijke. En zodoende sta ik nu hier. Nou, dank u wel. Ik ben heel tevreden met uw antwoorden. Dank u wel, professor Ten Katen. We hebben het uitgebreid nu gehad over de inhoud van uw proefschrift. Hè. De wetenschappelijke discussie is nu beëindigd. Maar u heeft net al aangegeven, en ik weet ook dat dat een diepgewortelde wens is van uw co-promotor, om toch iets meer over de layout van uw proefschrift te horen. Die prachtige kaft, dat kunnen we niet onbesproken laten, vind ik. Dus ik wil u daar nog even 1 minuutje de kans voor geven. Ja, toch. Leg dat eens uit, wat dat allemaal betekent voor mij, hè, maar ook voor het publiek. Dank u wel. Ik denk dat de nier, een zieke nier en een hart wat leidt, dat voor zichzelf spreekt. Ik had een hand op de kaft kunnen printen, maar ik bedacht, wat zou het voor mij betekenen als ik mijn hand niet kan gebruiken? Wat zou ik daarvoor moeten inleveren? En een van mijn passies is muziek maken, basgitaar spelen. En zodoende dacht ik van, ja, eigenlijk is dit waar ik mijn energie in kwijt kom, waar ik mijn plezier uit haal. En dat zou van mij afgepakt worden op het moment dat ik handischemie zou krijgen. Dus ik vond dat op die manier dus heel belangrijk was om dat te tonen. Op de voorkant heb ik dan inderdaad die skila en charybdis laten zien. Hoe dicht durf je bij skila te varen, hoe dicht durf je bij charybdis te varen om de reis toch tot een goed einde te brengen. En wellicht heeft u ook de achterkant gezien waar een aantal sirenen op staan.
Dat zijn doorgaans weloogende vrouwen die uit zijn op schipbreukelingen. Die met verleiding en met begeerte mensen naar zich toe trekken. En op die manier mensen naar hun doem laten gaan. Waarbij ik mij afvroeg of Odysseus, die op dat moment zonder oordopjes aan de mast geketend werd, of dat niet een stuk hoogmoed was dat hij per se die sirenes wilde horen. Wetende dat op het moment dat hij los zou komen, hij zijn eigen doem tegemoet zou gaan. En ik vond dat een hele mooie boodschap om nog achter mee te geven. Van hoe ver ga je in je begeerte volgen? Heel mooie uitleg. Dank u wel daarvoor. Meneer Gerkens, de gelegenheid voor het verdedigen van het proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken en ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. Dank u wel. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Hit the mileage, traveling so far. Like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die.
Meneer Gerkens, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft ze besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Teijink is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Dank u wel. Dank u wel, meneer de prorector. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Michael Wilhelmus Marcus Gerkens, tot doctor te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie zojuist ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Michel, ik wil je graag als eerste van harte feliciteren vanuit ons promotieteam. Maar het zou ongepast zijn als ik niet alle eer voor wat hier vandaag allemaal heeft plaatsgevonden volledig aan jouw co-promotor toeschrijf. En ik wil dan ook van harte Mark vragen om de laudatio uit te spreken. Ja, dankjewel. Ik hoop dat er ook nog eens een keer een laudatio komt waarbij ik ga improviseren. Maar ik durf dat toch eigenlijk niet. Ten eerste, van harte gefeliciteerd. Je hebt het geweldig gedaan. Ik denk dat daarnet in de Kamer men het er unaniem over eens was. Dat het ten eerste heel bijzonder is om als bijna psychiater hier toch nog een heel mooi pleidooi te houden over... Ja, toch zeer ingewikkelde problematiek. En professor Schuring zegt het denk ik terecht. Het is voor heel veel mensen best lastig te volgen. En je hebt laten zien dat je eigenlijk boven de stof staat. Jij kwam 7 jaar geleden kwam jij bij ons. En jij wilde graag een stage doen. En toen ik jou uitlegde dat handpijn, dat kwam door stiel. En ik dat probeerde uit te leggen. Toen zei je, ja, maar dat begrijp ik wel. En dat was al heel bijzonder, want toen dacht ik van nou, deze kerel die moeten we hebben. Je bent zeer voortvarend gestart met je research. En voordat we het wisten waren we eigenlijk 3 onderzoeken verder, lagen er allerlei stukken ter correctie. En moesten we ook nog even naar een paar internationale presentaties kijken. En de samenwerking met de andere promovendi was eigenlijk ook prima. Je voelde je als een vis in het water. En ook de uitstapjes, de sociale uitstapjes die we hebben gemaakt naar Milaan en Manchester, die blijven mij nog heel goed bij. Je was daar ook echt een heel duidelijk deel van de groep. En je liet je van alle goede hoeken en kanten liet je hier zien. En wat ook bijzonder is, beste mensen, en dat is misschien voor jullie niet zo voor de hand liggend, maar hij heeft eigenlijk al zijn data, al zijn gegevens, heeft hij zo'n beetje door de hele wereld gepresenteerd. En ik heb even gekeken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Amerika. Kortom, je was een echte ambassadeur van ons ziekenhuis. En dat is toch ook, denk ik, heel bijzonder. Je hebt een aantal andere bijzondere kenmerken, denk ik. Ik wil er toch een paar noemen. Je bent enorm secuur. En wat ik eigenlijk nog nooit eerder heb meegemaakt, is dat als je dan zo'n eerste versie van zo'n proefschrift te corrigeren krijgt, ja, de rode pen, die kon in de etui blijven. En dat is vrij bijzonder, want in 220 pagina's heb ik eigenlijk geen serieuze fout gezien. Dus dat vond ik echt wel heel, heel bijzonder. En wat verder heel bijzonder is dat je een enorm brede kennis hebt. En op zo'n jonge leeftijd, nou ja, ik ben natuurlijk ondertussen wel wat ouder geworden. Maar ja, of het nou om Scylla en Charybdis of om een tautologie of een palindroom, je weet het allemaal. En dat vind ik wel heel bijzonder. En dat maakt eigenlijk onze werk
overleg altijd heel prettig om daar eens lekker over te praten. Je bent natuurlijk ook een enorme doorzetter, dat is volstrekt helder. Ondanks het feit dat je vrij snel begreep dat de chirurgie toch niet jouw hart had gestolen. En de psychiatrie wel, heb je het gewoon afgemaakt. En dat is echt toch heel bijzonder, want het is niet iedereen gegund. Maar ja, hij is natuurlijk pas echt in zijn element als je kan praten over zijn basgitaar en over zijn dweilorkestjes. Dat is ook volstrekt helder. En ik weet voor 99% zeker dat jij de enige psychiater bent die op hand is gepromoveerd in de wereld. En die ene die dat misschien ook is, die ken ik echt niet. Michel, ontzettend hartelijk bedankt voor je inzet, voor je passie, voor je bijdrage aan het vak. De plezier die je hebt uitgestraald. Ik ben ook heel blij en koester onze discussies over de filosofie, een gemeenschappelijke hobby. En ik wens je het allerbeste, dat is een voorrecht om met je te mogen werken. Dankjewel. Ja, dokter Gerkens, het is voor mij een grote eer om u namens de Universiteit van Maastricht en het College van Decanen te mogen feliciteren met de zojuist behaalde graad. Het is de hoogste graad die een universiteit mag uitdelen. Hè? Ik wil ook uiteraard in mijn felicitaties uw promotieteam, promotor Tijink en co-promotor Schelting betrekken. En uiteraard de familie, uitgebreide familie, vader en moeder, broers en zussen en uiteraard Isabel, die zit daar geloof ik. Van harte gefeliciteerd. Ik denk dat het duidelijk is dat Michel het heel goed gedaan heeft. Het was ook duidelijk, en het is al gezegd, tijdens het beraad. En het is een prachtig proefschrift geworden. Niet alleen qua inhoud, maar zoals gezegd ook qua layout. Ik wil ook feliciteren degenen die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Het is mooi, alle hoofdstukken zijn uitgevoerd door jou, mag ik zeggen, maar ook door anderen die geholpen hebben. En onderzoek doe je nooit alleen. Het is mooi gepubliceerd in een aantal tijdschriften. Dus ook degenen die hebben meegewerkt aan dit proefschrift en aan de publicaties zou ik van harte willen feliciteren. Ja, het is al genoemd. Ik zag in uw cv dat u voor uw carrière een hele andere richting uitgaat. Bent gegaan al. Toch hoop ik dat ook in de psychiatrie, of dat u ook in de psychiatrie onderzoek zult blijven doen. Ik hoop dat u een beetje geproefd heeft aan het onderzoek en dat dat een stimulans zal zijn om door te gaan. Want ik denk dat we dokters nodig hebben die onderzoek doen om gewoon verder te komen in de geneeskunde en in de toekomstige klinische praktijk. Nogmaals gefeliciteerd. Ik heb voordat ik de zitting sluit, heb ik nog twee huishoudelijke mededelingen. We gaan zo meteen een foto maken met het promotieteam. En ik zou ook vader en moeder willen uitnodigen om ons te volgen. Maken we een foto op de trap hier in de hal. Ik zou daarom de rest van het publiek willen vragen om even te wachten bij de lift. Ons wel voor te gaan, maar even te wachten bij de lift. En wanneer we klaar zijn met de foto, ons dan te volgen naar de refter voor de receptie. Dat gezegd hebbende sluit ik hier bij deze plechtige zitting. Neem jij die? Yes.